Lex, hoe frustrerend is het als je heel veel kansen krijgt en daar zo weinig benut? Nou ja, frustrerend. Je had gewoon wat meer punten moeten hebben daardoor. Maar ja, je moet blij wezen dat je de kansen krijgt en dat je ze creëert. Want als je ze ook niet creëert, dan moet je je eigenlijk pas zorgen maken. Maar ja, vooralsnog maak ik mij graag geen zorgen over verder. Ik zeg, we creëren ze, maar ja, zo, die ballen gaan er vanzelf wel in. En ja, uiteindelijk ga ik ervan uit dat wij dadelijk gewoon goed in positie staan op de ranglijst en niet in de problemen komen. Maar goed, dat is ook terecht wat je zegt. Het positieve is dan dat je inderdaad die kansen weet te creëren. Ja, nee, natuurlijk. Zeker als je naar de Graafschap gaat kijken, de eerste helft hadden we een bepaald plan. De Graafschap laten voetballen. Daar hebben zij moeite mee. En uiteindelijk via snelheid eruit komen en proberen zo te scoren. Nou ja, ik denk dat we genoeg kansen hebben gehad de eerste helft tegen de Graafschap om de wedstrijd daar op slot te gooien. Nou, dat doen we niet. En uiteindelijk speel je 1-1. Terwijl ik vind eigenlijk dat wij een hele goede eerste helft spelen daar. En de Graafschap eigenlijk helemaal geen kans heeft gehad die wedstrijd. Ja, eentje. Eén grote, die Red Swinkels 1-1. Maar voor de rest hebben ze geen grote kansen gehad. Dus dat is wel het positieve wat we mee moeten nemen. Ik hoorde ook een opmerking van het snurkmoment. Dat was dan waar die 1-1 uit viel. Heerenveen, dat je morgenavond hier treft in het eigen stadion. Die staan wat betreft effectiviteit in standaard situaties van alle clubs in de Eredivisie bovenaan. Oké, dat kan. Maar ja, wij doen dat goed dit seizoen. Krijgen weinig goals tegen in de periode nu uit standaard situaties. Dus dat doen we goed. En over het snurkmoment terugkomen. Het was een bal die Danny op de lat schiet. Daar komt een soort counter uit voort bij hun. Ik pak een professionele gele kaart, als je het zo wil noemen. En uiteindelijk na een gele kaart denk ik dat de scheidsrechter gaat noteren wat daar op dat moment gebeurt, de gele kaart. Ik moet je zeggen, als wij dat doen met ADO zaterdag, dan wordt een gele kaart gegeven en ik neem de vrijtrap snel en die wordt binnengeschoten. Fluit je terug? Dan weet ik 1000% zeker dat die wordt afgekeurd. Want dan is het van, ik ben aan het schrijven of dit moet genoteerd worden. Maar ja, precies dat moment wordt er een gele kaart gegeven en de vrijtrap wordt snel genomen. Er staan een paar jongens die staan te kijken naar de keeper, denk ik. Want er moet een muur neergezet worden vanaf die afstand. En op dat moment wordt die snel genomen, draai je je eigen om. En wordt die bal vanaf afstand wordt binnengeschoten. Dus ja, ik vind het een beetje onterecht dat die goal telde. Maar uiteindelijk speel je 1-1 en had je zelf de eerste helft al af moeten maken. En wat standaard situaties, daar moeten we gewoon scherp in zijn. Wat je nu aanhaalt, ten aanzien van het voorbeeld wat je geeft, hij noteert de naam niet op dat moment, zeg maar, waardoor die snel genomen kan worden, met de VAR erbij. Is dat het aspect wat dit seizoen totaal anders maakt ten opzichte van voorgaande seizoenen? Met de VAR bedoel je? Ook daarbij. Ja, de VAR wil ik het niet eens over hebben. Dat vind ik verschrikkelijk. Maar daarin geef ik mijn mening toch al een klein beetje. Maar dat zeg ik, ik wil het daar helemaal niet over hebben, over die VAR. Maar goed, volgens seizoen wordt het nog moeilijker. Hens is Hens. Maakt niet uit hoe die tegen je aankomt. Hij gaat gewoon op de stip. Ja, nee, ik vind het prima. De regeltjes die ze maken, de mensen zullen daarvoor geleerd hebben schijnbaar. En het zal best. Hens is Hens. Ik vind het prima. Maar dan moeten ze wel in alle wedstrijden consequent zijn. En niet in de ene wel en de andere wel. En bij de topploegen weer wel een hensbal geven en bij de ander niet. Ik heb het in de Europa League van de week ook gezien. Of in de Champions League, sorry. Bij Porto AS Roma. Na die trekmomentje, vasthoudmoment in de 16. Wordt AS Roma ook gewoon duidelijk weer aangetikt. En daar wordt geen penalty gegeven. Ja, dan vind ik dat je consequent moet zijn. En dat je daar... dat zeg ik. Ik ga er niet te veel over roepen. Dat zijn mensen die daarvoor geleerd hebben. En ik vind het prima. Je moet er met die last voetballen. Even naar de wedstrijd van zaterdagavond. Die thuis tegen Heerenveen. Een ploeg die hele rare doelcijfers kent. 53 voor, 54 tegen. Je zou ik heel simpel kunnen concluderen. Goede aanval, slechte verdediging. Als je naar de cijfers kijkt wel ja. Maar ja, ik denk dat Heerenveen gewoon een redelijk tot goede ploeg is. Inderdaad, voorin zit het scorende vermogen voor hun. En dat is ook logisch. Lammers van PSV, Flap, goede speler. Twee goede buitenspelers. Eentje van Ajax overgekomen. Ja, dat is bij hun denk ik ook wel het sterkste gedeelte. En ze hebben ook wel een redelijk middenveld. En verdedigend, ze geven veel goals weg. Ik vind dat wij daarvan moeten profiteren. We moeten zorgen dat we weer scherp zijn.
Net zoals de eerste 75 minuten tegen Ajax, tegen Zwolle, was geen hoogstaande wedstrijd. Maar we waren wel scherp en sterk in het verdedigende opzicht. Ja, en als wij dat kunnen doen morgen en we kunnen misschien 1 of 2 goals maken, ja, dat zou genoeg moeten zijn. 3 punten, dat maakt een wereld van verschil, denk ik. Absoluut, zeker weten. Maar dat hadden we vorige week zaterdag of vrijdag natuurlijk ook al voor ogen. Na die 1-0 dachten we ook van, nou ja, 3 punten, dat zou wel lekker zijn. Volgende week Heerenveen thuis. Ja, als we daar ook 3 punten zouden kunnen halen, dan ben je met 33 punten ben je heel ver. Maar ja, zo is de situatie niet. De situatie is dat we op 28 punten staan en dat we morgen eventueel op 31 punten kunnen staan. En daar moeten we alles aan doen met z'n allen. Tot slot, we spraken elkaar op de avond van de nieuwjaarsreceptie. Toen vroeg ik ten aanzien van jouw toekomst. Toen zei je letterlijk van, het moet heel snel duidelijk worden wat er gaat gebeuren. We zijn nu 2 maanden verder. Ja, maar ik heb mijn dingen gezegd daarin over de pers. En daar ga ik eigenlijk niks meer over zeggen. Daar wil ik helemaal niks meer over kwijt. ADO weet hoe ik erin zit en andersom ook. Maar goed, ADO en Lex Immers, dat wordt een huwelijk wat langer duurt als het huidige seizoen. Dat weet ik niet. We zijn er nog niet over uit. Dus we zijn nog aan het steggelen. We houden het in de gaten, Lex. Is goed, dankjewel.